Job hier, ik ben de Tuber. Super dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En welkom bij een nieuwe Minecraft Skywars aflevering. Ik ben weer back. Het heeft een tijdje geduurd. Ik heb een tijdje geen Minecraft Skywars geüpload. Maar ik had er weer zin in. En ik moet hierbij wel even aankondigen dat ik geen kids meer kan selecteren. Omdat ik namelijk mijn YouTuber rank niet meer heb. Die zal ik dus even moeten gaan fixen. Want dat is namelijk best wel belangrijk als je er zo over nadenkt. Dan wordt Minecraft Skywars namelijk wel een stukje, ja, niet per se makkelijker. Maar wel een stukje leuker door. Voor de mensen die zich afvragen hoe het namelijk kan. Dat ik die kwijt ben. Ik heb namelijk momenteel een ander Minecraft account waarin ik DutchTuber heet. En dit is echt de meest lullige manier waarop ik had kunnen doodgaan. Dus we gaan snel weer terug naar de lobby en we gaan even een ander potje joinen. Want ik heb namelijk momenteel een ander Minecraft karakter. Ik heb ook echt heel letterlijk gewoon een houtskin. Vraag me niet waarom ik dat heb gedaan. Dat leek mij gewoon een leuk idee. Dus ik moet even kijken of ik een nieuwe huge prank kan fixen. Dat zal het namelijk allemaal wel even een stukje leuker maken. Maar tot die tijd gaan we Minecraft Skywars spelen. En moeten wij gewoon hopen dat we dus goede dingen uit de pakketten krijgen. Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op deze video, jongens. Dat zou super nice zijn. Het is je boy, de Tuber. Ik heb echt alweer... Oh my god, dit kan nog wel eens heel lastig gaan worden. Ik heb echt alweer een tijdje geen Skywars gespeeld. Dus het is even de vraag of het mij gaat lukken om er deze aflevering iets moois van te maken. Als in, ja, dat ik dus kan gaan winnen. Dat is namelijk een beetje de vraag. Even kijken, heb ik alles bij me? Ik heb hier, wat is het beste zwaard dat ik heb? Ik denk dat het toch wel deze is met Fire Aspect. Dus die pak ik er even bij. Waarom is hier helemaal geen... Oké, maakt verder niet uit. Let's go. We gaan een beetje schemen, jongens. We gaan het een beetje voorzichtig aan proberen te pakken. Ik zie daar bijvoorbeeld iemand. Oeh, oh ja, daar is iemand, daar is iemand. Nu heb ik hem. Heb ik hem, heb ik hem, heb ik hem. Ja, oké. Kom op, kom op, kom op. Yes, oké, de tweede. Kom op. Kom op, derde, ja, nice. Ja, hij heeft waarschijnlijk wel een god apple. Ik heb zo'n idee tenminste dat hij een god apple heeft. Oké, jij daar. Kom hier, bitch. Kom hier, bitch. Kom hier, bitch. I'm gonna kill you. I'm gonna freaking... Ik moet hem echt proberen te killen, jongens. Alleen het ding... Waarom kan ik hem niet raken? Oh, ik wou net zeggen. Ik dacht heel erg dat hij een soort van shield om zich heen had. Waardoor ik hem niet kon raken. Ik denk dat hij doodgaat. Ik denk dat hij doodgaat, jongens. Als ik hem ook nog even één keer kan raken met een pijl, dan is hij waarschijnlijk dood. Kom op. Ja, kom op. Nog een keer. Kom op. Oké, ik ga even kijken of ik ergens naartoe kan. Ik moet wel uitkijken. Oh shit. Oké, muur. Het is je boy Donald Trump. Ik bouw muren. Oh shit. Waarschijnlijk heeft hij een god apple genomen. Dan ben ik een pineut. Kom hier, bitch. I'm gonna kill you. Kijk, ik blijf gewoon in het water. Dan kan hij me makkelijker killen. Of moeilijker. Waarom zeg ik makkelijker? Oh, nice. Oké, cool. Ik moet even rustig blijven. Dat is mijn eerste kill in tijden weer in Skywars. Oh my freaking lord. Ik zeg net dat ik rustig moet blijven. Ik merk wel echt bij mezelf dat ik weer even moet inkomen in Skywars. Dat ik echt even mijn best moet doen om weer een beetje te weten hoe het allemaal wel weer, ja, niet moet eigenlijk. Oké, even kijken. Welke zullen we gaan joinen? Angelic. Dat vond ik een map die ik altijd wel leuk vond. Oké, cool. Nou, let's go, jongens. We gaan even een pakket selecteren. We doen even de basic chests. Ik hoop... Oh nee, dat mag ik echt helemaal niet. Ik heb daar niks over te zeggen. Ik ben helemaal vergeten dat ik geen eens daar iets over te zeggen heb. Ik bedoel, ik ben zo niet belangrijk op dit moment in al deze servers vanwege het niet hebben van pakketten. Dat ik zelfs niet mag kiezen of wij met de normal of de basic chests gaan spelen. Maar dat is niet erg, want ik bedoel, we hebben al onze eerste kill. Die kan niemand meer van ons afpakken. Die hebben we gewoon. Dat is mooi. Dus je weet toch, het kan op zich op dit moment alleen nog maar beter worden, zou je kunnen zeggen. Oké, we gaan snel naar de overkant. Dat wel met alleen maar een fokt op zwaard. Dus ik ben heel benieuwd, jongens, of dit allemaal wel gaat lukken, zeg maar. Oké, kom op. Oké, snel nog iets verder naar voren. Oké, daar gaan we, jongens. Ik heb hier nog wat bouwblokken. Hij ziet mij wel. En hij heeft sneeuwballen. YOLO! Ha. Ja, oké, snel. Hij heeft wel een bel, Maar dat is geen probleem, Kom hier, bitch. Kom hier, bitch. Nee, you're not gonna freaking kill me. Today is my day. Oh my god, today is my day. Ik voel me echt weer een noob, jongen, als ik dit zo speel. Maar ik heb hem gekilled. And that's how we do. Hij had een axe en die was beter dan die van mij. Die was een stuk beter dan die van mij. Oké, dan gaan we die meenemen. Hebben we nog iets anders wat we kunnen kwijt? Nee, niet echt. Oké, we hebben wel wat armor. Is natuurlijk ook wel leuk, hè, grappies. Nou, wat we dan even gaan doen... is dan gaan wij nu gewoon door naar de volgende speler. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Dus let's go, man. Ik hoop dat ik er niet afgegooid ga worden. Even kijken. Ik ga wel falling damage krijgen als ik deze sprong maak. Oké, maar ik weet niet waar die is. Hij zal waarschijnlijk wel in zijn eilandje zitten ergens. Oké, let's go. YOLO. Huh. Bam. Oké, cool. Where are you? Where the fuck? Oh, daar ben je. Ja, je bent een lul. Yes, ik heb hem.
En even serieus, het was best wel moeilijk om hem te killen, denk ik. Als hij namelijk niet ervan afviel, dan had hij Diamond Gear. En yeah, you know how we do. Diamond Gear is pretty fucking good. Dus dat was een probleem geweest. Dus je weet toch, we hebben het goed gedaan, jongens. We mogen niet klagen, vind ik. We doen het redelijk goed op dit moment. Ik weet niet of Skybridge überhaupt nog een ding is op YouTube. Misschien wel als ik het doe. I don't know. Dus doe gewoon even een blauw duimpje omhoog. Dat zou leuk zijn. Dan weet ik in ieder geval dat zelfs Skywars nog geapprecieerd wordt op dit moment op YouTube. Oké. Lego. Even, hoe gaan we dit doen? Ja, gewoon naar de overkant. Ik zie dat er al redelijk wat mensen dood zijn. En ik nog leef. Dus ja. Je weet toch, dat is een goed teken, jongens. Dat is een heel goed teken. Oké, even kijken. Hoe gaan we dit doen? Ik ga naar de overkant, jongens. Ik ga naar de overkant. Oké, shit. Jump. Yes. Yes. Oké. Is there someone nearby? Wacht even. Oh ja, er is iemand. Oh my god. Ja, en dit is zeg maar gewoon de definitie van fucking oneerlijk. Dit is gewoon echt de definitie van... Ik ben alsnog gewoon niet heel slecht bezig tegenover hem. Maar hij heeft gewoon echt het beste zwaard dat je kunt krijgen in heel deze freaking game. In heel deze freaking Skywars story heeft hij gewoon het beste zwaard. And I'm not gonna kill him. Dit is gewoon echt een challenge eigenlijk. Dit is gewoon een noob challenge. Dit is gewoon een Minecraft noob challenge. Probeer met een pakket van een noob te vechten tegen het pakket van een pro. En dan zie je dat vrijwel, ja, fucking onmogelijk is. Dat is, ja, het is niet onmogelijk natuurlijk, hè. Je kan hem er natuurlijk gewoon afduwen als je geluk hebt. Maar het is niet makkelijk. Oké, Tron. Let's go. Magnatron. We gaan even een mooi pakketje selecteren. En we gaan even kijken, man. Als iemand mij even kan connecten aan de CubeCraft Game server. En ik kan ervoor zorgen dat deze naam, DutchTuber met twee R'en. Dat is namelijk mijn naam, die ziet er zo uit. Als iemand nou kan fixen dat die even YouTuber rank krijgt, dan zou ik die persoon voor eeuwig dankbaar zijn. Ja, voor de mensen die niet weten waarom ik niet gewoon met het account speel wat ik altijd gebruikte. Namelijk Pipo Jopje. Naam klinkt zo droog eigenlijk. Dat is heel simpel. Maar Minecraft die wou namelijk dat account niet meer opstarten. En ik ben niet zo'n chappie die dan heel rustig gaat zeggen. Ja, nee, hij is gehackt. Want hij is niet gehackt. Hij deed het gewoon niet meer. Dus ja, toen dacht ik van wat kan ik doen? Ik bedoel, ik moet natuurlijk wel een initiatief hebben. Waarbij ik nog steeds verder kan gaan. Ik denk dat deze guy iets van sneeuwballen bij zich heeft. Ja, dat dacht ik al. But you are not smart enough, my friend. You are definitely not smart enough. Oké, kom op. Kom op. Ja, hij heeft wel goede shit bij zich, man. Gaan we het proberen? Gaan we die YOLO move gooien? Ja, ik kan die YOLO move gooien, maar gaat wel me dood worden, I guess. Gaat pretty much my fucking dood worden. Of toch niet? YOLO! Snel, snel. Oké, okay. Nee, ik had inderdaad gelijk. Dat ging me dood worden. Dat is zo ongelooflijk droog. Zullen we gewoon eens kijken of we op mijn oude manier van Minecraft Skywars spelen misschien kunnen winnen? Door gewoon even een map te joinen waarvan de eilandjes niet heel erg ver van elkaar zitten. En dan gewoon een pakket te selecteren waarbij we heel erg makkelijk bij de eilandjes kunnen komen. Namelijk de Builder Kit. Ja, dit is echt zo'n typische map die ik altijd speelde als ik hele goede pakketten had. En dan was het voor mij heel makkelijk om hierin te winnen. I mean, yeah, it's pretty fucking damn obvious. Want wat er namelijk gebeurt als je hierin zit, is je kunt heel makkelijk naar elkaar toe bouwen. Nu is het natuurlijk wel het probleem dat ik geen eens fucking shit heb waarmee ik überhaupt kan pvp'en. En dat is een probleem. Ah, wel. Oké. Snel. 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 Geef mij een frikandel. Zo niet, ga naar de hel. Oké, nu kan ik hem pakken, denk ik. Ja, kom op. Kom op, I'm gonna kill you, man. Wacht. Hé, je sloeg vast. Je sloeg vast. Oneerlijkheid. 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 Mijn oneerlijkheidslever, mijn oneerlijkheidsorgaan kan hier niet tegen. Oh, yes. Wat? Ik dacht wel dat ik nog aan... Nee, oké, probleem. Nee, leave me alone. I do not want this. Hoeveel pijlen heeft die guy? Oké, snel. Ja, wat is de grap? Ja, you are fucked, man. Oh nee, niet doodgaan. Ga dood op mijn eiland. Ga alsjeblieft dood op mijn eiland. Have mercy. Want ik wil dat zwaard. Ik heb dat zwaard hard nodig. Ik heb dat zwaard hard. Yes. Oeh. That's pretty fucking nice. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan proberen een beetje bij het midden in de buurt te komen. Kijk, weet je wat het is, jongens? Ik ga er geen hashtag serie van maken. Zo van Skywars hashtag 1, Skywars hashtag 2. Want ja, je weet toch, jullie moeten wel klikken. Nee. Maar ik bedoel, ja, maar laat in de comments gewoon lekker weten of jullie meer willen. Oké, even kijken. Kan ik deze aandoen? I can put this on. I got something on me. Even kijken welke kant. Oké, gewoon mid, man. Gewoon mid. Mid. Oké, let go. Nee. Ho. Oké, als ik op die manier dood ging, dan had iedereen heel mijn leven mij een noob genoemd. En dat wil ik eigenlijk wel voorkomen. Dat was zeg maar wel altijd de manier waarop ik dood ging in Skywars. Je weet toch? En dit is het moment waarop Job realiseerde dat hij een fucking sukkel was. Dit is zo erg, man. Dit is gewoon echt de DutchTuber tactiek van doodgaan. Ik bedoel, het hele potje gaat het gewoon fucking goed. Je killt mensen met een beter zwaard dan jou. En ja, dan in één keer gaat het helemaal mis. Trouwens, ik ben letterlijk net 5 minuten wakker. Ja, dat is de reden waarom ik klink als een fucking zombie die onder 29 auto's is gekomen. Maar maak je geen zorgen. I got this. Ik heb mijn grote vriend, de Energy, bij me.
Ik heb mijn grote vrienden de half afgebeten pizza's bij me. Dus je weet toch, ik ben ready, man. I got this. I'm ready for this shit. Oké. Okay. Let go. Huh. Oh, nice. That seems pretty good. Oké, okay, snel. Ik heb geen wapen. Ik ben altijd zo gewend om gelijk naar mijn tegenstanders toe te kunnen bouwen. Dat ik namelijk normaal in Skywars altijd gelijk wapens en shit had. Maar die tijd is er niet meer. Die tijd is gewoon is voorbij. Dat kan niet meer. Oh, deze guy is zoveel beter dan mij. Hè. Dit is zo dom wat ik nu ga doen. But I'm gonna try it, man. Ja. Ga eraf. Alsjeblieft, ga eraf. Wacht, hij heeft helemaal geen. Oh, jawel, hij heeft wel. Oh my god. Oké, nee. Dit is zeg maar de definitie van ik ga dood. Dit is zeg maar als je in een woordenboek de definitie opzoekt van ik ga dood. Dan zie je nu een plaatje van mijn hoofd in Minecraft. Want ik ben dood. Nevertheless, het was je woordentuber. Ik moet echt gaan proberen om een kit te kunnen gaan fixen in de Qcraft Game Server. Want anders gaat het me gewoon niet lukken. Kun je me daarbij helpen? Help me daar dan bij. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. Like als je weet wat een fidget spinner is. En dat is dit ding. Leuk. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios.